Dames en heren, van harte welkom vanuit de concertzaal ten huize van Wim de Penning. De man die altijd prachtige opnames maakt van mijn online concerten. Nou, hij heeft hier in dit schitterende orgel diverse mogelijkheden en ik gebruik vandaag de Lauruskerk in Rotterdam. Een programma wat begint en eindigt met improvisaties en daartussen allerlei klassiekers en ook bewerkingen van onder andere Klaas-Jan Mulder en Jan Zwart. Bedankt voor het afstemmen, dank voor de donaties. Dank aan de bedrijven die een banner plaatsen. Wil je een banner, mail me dan even op info@martinmans.nl en dan krijg je een mooie aanbieding. En natuurlijk kan je ook mijn concerten ook weer live bezoeken. Met name de zomertour van de Urkermannen is binnenkort weer aanstaande. Prachtige locaties, kijk maar even op de website. We gaan beginnen met een improvisatie over het prachtige lied Heugelijke Tijding. Geniet van het concertorgel van Wim.
En nu een werkje van Rogier van Otterlo. Een prachtige introspection waarbij ik de uitkomende stemmen van rugwerk, hoofdwerk en borstwerk laat horen. Bij elke organist zullen bepaalde voorbeelden in de muziekwereld een grote rol in hun leven spelen of hebben gespeeld. Bij mij was dat Klaas-Jan Mulder. Ik ging vroeger met mijn vader, ik heb het al vaker verteld, heel vaak naar concerten van hem toe. Van zijn orgelconcerten heb ik genoten en natuurlijk ook van zijn concerten met het Kampermannenkoor. En als ode aan Klaas-Jan Mulder nu een aria over gezang 91 van Klaas-Jan Mulder.
Ja, het blijft een prachtig nummer van Mulder, wat ooit ontstaan is als improvisatie. En nu een toccata van Gordon Nevin. En Nevin is een beetje vergelijkbare componist met Gordon Young. Die is bekender, heeft heel mooie dingen voor orgel geschreven. Goed in het gehoor liggend, vaak heel spectaculair, heel virtuoos. En dat is met deze toccata in D eigenlijk ook zo. En dan in het midden komt er een prachtig verstild middendeel, een soort koraal. En dan later komt het beginthema van de toccata weer terug. De toccata in D van Gordon Nevin.
Ja, en nu we toch bezig zijn met toccata's, nu een toccata over Psalm 146 van de hand van Jan Zwart. Ik weet nog heel goed dat ik met mijn vader ging luisteren bij Feike Asma, ook bij Klaasje Mulder wat ik zojuist vertelde, maar ook bij Feike Asma. En een van de eerste stukken die ik hem hoorde spelen, dat was een toccata over Psalm 146. Dat was in de Oude Kerk in Amsterdam. Vergeet ik nooit meer en daarom ligt deze toccata me zeer na aan het hart. Vandaar ook nu, en straks met zo'n prachtig niet-ritmisch koraal op het eind, de toccata Psalm 146, Prijs den Heer met blijde galmen van Jan Zwart. Thank you.
En het slotstuk van vanavond is weer een improvisatie. Misschien wel de meest gevraagde, meest gezongen psalm. 42. Een bewerking over het heigend hert en maar de Heer zal uitkomst geven.
prachtige volle orgel vanuit de concertzaal van Wim de Penning besluiten we het eerste deel van de serie Populaire Klassiekers en Geestelijke Liederen in de maand augustus. Volgende week zijn we hier weer en dan in een totaal nieuw programma met ook weer Populaire Klassiekers en Improvisaties over Geestelijke Liederen. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Heel graag tot volgende week en ik eindig weer met de woorden van mijn lieve dochter. Het komt goed, want we hebben elkaar.